Klaas Karel Faber woont al jaren in Duitsland. In 1952 ontsnapte hij met 5 andere gevangenen uit de koepelgevangenis in Breda en vluchtte meteen de grens over. In 2007 woonde de veroordeelde oorlogsmisdadiger in een klein flatje in het Beierse Ingolstadten. Journalist Arnold Karskens confronteerde Faber daar toen met zijn verleden. Hey, u wordt nog gezocht in Nederland, weet u dat? Ja. Voor oorlogsmisdaden. Ja, ja. Ja? Denkt u nog wel eens na bij de slachtoffers die u gemaakt heeft? Meneer Faber? Zou meneer u opzij Faber willen gaan? Nee, ik wil helemaal niet opzij, meneer Faber. Het Openbaar Ministerie probeert nu voor de eerste keer een oorlogsmisdadiger uitgewezen te krijgen door een Europees arrestatiebevel. Het OM heeft Duitsland de afgelopen jaren al meerdere keren om de uitlevering van Faber gevraagd. Tot 2007 is dat mislukt en dit is eigenlijk een ultieme poging om deze oorlogsmisdadiger zijn straf niet te laten ontlopen. De Duitse rechter weigerde Faber uit te zetten omdat hij sinds zijn toetreding tot de Waffen-SS de Duitse nationaliteit heeft. Faber is vanaf de moord op zijn vader in 1944 op persoonlijke wraak uit. Hij gaat aan de slag bij de Sicherheitsdienst, SD, in Groningen. De SD'ers die gingen met de honkbalknuppels te werk. Hele wrede marteltechnieken. Mensen werden heel hard geslagen. Er was ook een ijsbad die in het gebouw stond, waar ook mensen in ondergedompeld werden. En deze ernstige mishandelingen heeft het Scholtenshuis op de Grote Markt in Groningen zijn beruchte naam te danken. Daar heeft hij dus ook meegedaan aan martelingen in het Scholtenhuis zelf. En is hij ook bij diverse executies betrokken geweest. Bijvoorbeeld de executie in Westerbork in oktober 1944. En ook bij de executies in april in Norg. Of Faber ooit nog achter de tralies verdwijnt in Nederland, hangt nu af van de Duitse rechter. Mevrouw,